Nou, leuk dat je kijkt. Wij gaan vandaag met Slijg. Met Slijg, ja. Nou, pak het er maar bij. Heb ik er zin in? Ja, die. En deze. Oké, waar gaan we mee beginnen? Ik weet wel. De grote. Nee, we gaan beginnen met namen geven. Naam. Oké, we gaan de moeder doen. Dit is de moeder van allemaal. Wat gaan we die noemen? Ik vind Verona de echte moeder. Verona. En Bella. Bella. En Valina. En Valina. Zullen we ze gaan uitpakken? Oké, dan beginnen we met de grote. Oké, dan zetten we die. Opzij. Opzij. Ja. Een schaar. Nee, we halen eerst het zo. Oh. Oh, gelukt. Kijk, ik heb een idee. Meestal aan de onderkant staan er nog dingen en dan kan je het openmaken. Mm-hmm. Als jij nou gewoon zo de ene kant openmaakt, zo het stukje. Eruit trekt? Ja, gelukt. Oh, dan moet je eruit trekken. Ja. Niet scheuren, jeetje. Ja, maar ik krijg het niet. Met mijn kleine vinger. Ook al heb ik kleine vingers, het lukt niet. Oh. Het lukt. Vast wel. Nee. Oké, gelukt. Oeh, kijk. En dan aan de onderkant, dan kan je dat zo open. Nou, losdraaien. Oh, het paard ligt op de grond. Ah, oh, zielig paardje. Wil jij ook eentje doen? Ik neem deze. Dan doe ik deze. Zij dan die doet. Dus. Nou, we hebben het paard losgekregen. We gaan even de plasticjes afhalen. Oké, die gaan we dan zo. Oh, er zit een knoopje bij. Wacht. Ja. Oké, we doen het even om en om. Oké. Hè? Weet je, zullen we beginnen met de plasticjes? Hoe zit hier? Oh, daar. Hehe. Aan de achterkant. Oké, kijk jij even. Hoe zit dat in elkaar? Ik kan hier heel goed zien. Mooi. Ik kan alleen niet. Oh, wacht, die. Zo. Nou, die moet eronder doen. En dan die. Yes! Oh, ja, het is los. Het meisje valt meteen. Van het paard af. Van Verona af. Dan kan je dadelijk die draadjes stapelen. Oh, en ze heeft iets in haar hand waar ook nog een ijzertje omheen zit. Hmm. Dus een soort spiegeltje lijkt het wel. Cool. Dan ga ik eerst even afhalen. Dan probeer ik dit los te krijgen. Hey, eindelijk! Lukt het? Ja! Het zit gewoon als een knoopje. Ze heeft een armband. Ja, de eerste is los. Ja, en het spiegeltje is ook los. Dat is leuk. En die kan dan in haar hand. Alleen... Ik weet niet of die goed blijft zitten. Een beetje klein. Tot dan. Nou ja. Het elfje is in ieder geval los. Hier. Zo. Een heel mooi elfje. Ah. Wow. Hier is het elfje. En dan heeft ze een heel mooi spiegeltje waar ze in kan kijken. Een toverspiegel. Een toverspiegel, ja. Ik weet niet of het ook zo is, maar... Oh, paardjespul. Paardjes bevrijd. En hij heeft een soort zadel. Een doek. Zadeldoek. Oké, we gaan het elfje erop zetten. Huh? Hè? Met een magneetje. Dat is een magneetje. Huh? Dat ze er niet afvalt. Die kan er voor altijd op blijven zitten. Had ik maar een magneetje. Van Bella. Ja, voor Bella. Misschien was het wel handig geweest. Ze heette het echt Luanya. Luanya. Zo. Luanya. Ik weet ook niet hoe je dat uitspreekt. Nou, die is paardje. Of zij heet Luanya. Dat kan ook. Ja. Ik denk dat het meisje Luanya hier staat. Oké. Okay. Zullen we dan deze doen? Bella. Bella. Doe ik Valina. Oeh. Nou, Valina is al half los. Weet je, ik ga dit ook gewoon opscheuren. Oké, okay, die draadjes moeten los. Gaan scheuren. Met geweld. En dan draaien we die los, die zo, die los, die zo. Die zo, ja. Dit is kleiner dan bij je paardje. Ja, gelukkig.
En dan hier nog. Je denkt, ik schud gelijk helemaal open. Misschien helpt dat. Ja, dan zie ik het tenminste. Mijn paardje is los. Oh. Dan wikkelen. Oh, deze zit ook in een knoopje. En het paard is bijna. Het paardje los. Hij is los. Ja, ik ben al bezig met. Hij loopt op je stelte. Ik ben al bezig met het vierde hoefje. Ja, mijn paardje is los. Dit is Bella. En dan. Hij is ook een beetje bolletje boel. Zo. Ik ga er een keer bij mama. Is een meisje? Ik heb een jongetje. Is die van jou een meisje of een jongetje? Een meisje. Nee, dat zie je niet. Oh, je spiegel. Het is echt een jongetje. Ik vind gewoon dat het een meisje is. Lukt het? Ja. Daar zijn ze. Kijk. Dat zijn vriendjes. Regenboogvleugels. Hé, ik ben kleiner. Regenboog. Ja. Hé, Felina is gewoon groter dan Bella. Maakt mij niet uit. Wee. Ik kon niet vliegen. Kan mama stuiteren? Stuiteren. Ik bedoel stijgeren. Wee. Ja, spiegel. Ik ga op mijn staart staan. Knap. Oh. Mama valt om. Ja, dat is toch raar. Mama valt om. Hoe kan het nou? Een spiegeltje. Nou, dat maakt niet zo uit. Ik kan vliegen. Neem me mee. Ja, oké. Okay, kom mee. Op je rug. Zo. Het zitten mijn vleugels in. Ik ben braaf, jij niet. Ik ben wel braaf. Wee, ik vlieg over mama heen. Wacht, jij kan springen. Spring over mama heen. Springen, ja. Ik kan heel hoog springen. Ik kan heel hoog vliegen. Maar dan kan ik ook. Ik heb krachten. Ik jij ook. Ik kan vliegen. Ja. Er zit glitter aan mijn vleugels. En in mijn staart. Oh, mijn hoorn is zo schattig. Ik heb krachten en ik kan heel hoog springen. Kan mama's baasje ook op mij? Nee, mama, kom mee. Kom mama. Gelukt. Amelie, we gaan samen vliegen. Oké, okay, dit is een beter idee. Waarom zit je nog steeds in de dames? Dat snap ik niet. Jullie blijven wel op de grond, wij vliegen. Wij kunnen goed springen. Wee. Zoals ik me. Oké, okay, ik zie weer wat. Hi. Wow. Kijk. Strike pose. Sassy de positie. Mama. Auw. deze was van de serie Bayala. Bayayawala. Bayayawala. En, ja. Dat ja. Ja. Nou, tot de volgende keer. Doei. Doei.